dit is hier de boom die jullie straks verder gaan planten. Dit is een winterlinde. Een linde, dat zijn bomen waar de bijen heel vrolijk van worden. En ik ben imker, bijenhouder. Dus ik ben heel blij dat ze hier nu een winterlinde neerzetten. Dan hebben de bijtjes lekker veel te eten. En als jullie straks het zand er goed opgooien, dan zijn we helemaal tevreden. Ik geef nu de microfoon nog even aan de wethouder. Ja, dankjewel. Nou, net in de klas hebben we al heel veel samen verteld, hè, van waarom bomen zo goed zijn. En jullie gaan dus hier, een boom die hier altijd stond, een linde, die wordt hier dus weer opnieuw geplant, want de eentje ervan is omgewaaid. Dus hartstikke mooi dat hij terugkomt. Jullie zien daar 5 schoppen staan. Jullie zijn met 14 kindjes, dus je kunt in ongeveer 3 keer met z'n 5 kunnen jullie planten. Dus de eerste 5, en dan gaan bij je schop staan. 1, 2, 3, 4, 5. En iedereen komt aan de beurt. Dus jij ook nog. Daar ligt nog een heleboel zwart zand. En anders moeten mensen van Gildeborg misschien even zeggen wat ze moeten pakken. Wat een beetje... Ja, want jullie moeten wel hard aan het werk, hè. Want... Doet er allemaal maar goed in. Dank je om de boom te vertellen. Met een mooi bomenliedje. Ja. Dus ik reken op jullie dat jullie een mooi bomenliedje hebben. Dank je om de boom. Hier neerleggen.